SOPN, oftewel de UFO-partij, houdt vandaag een heuse persconferentie in Nieuwspoort. Maar het lijkt alsof die persconferentie zich verplaatst heeft naar het plein hier in Den Haag. La, 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 la. Wat is er aan de hand? Ik heb geen idee. Jullie hebben toch een persconferentie in Nieuwspoort? Dat is even afwachten. Maar dat het zo populair is, de persconferentie, had ik niet verwacht. Nee, dat wij wel. Jullie wel, ja? Dat hadden wij wel verwacht. Maar er is niet genoeg plek. Hebben jullie een te kleine zaal gehuurd? Nee, er is plaats gehad, maar je moet wel de mogelijkheid krijgen om dan naar binnen te kunnen gaan. Waarom stond er ineens allemaal politie buiten en iedereen werd tegengehouden? Ja, we hadden een bijeenkomst hier en we liepen naar het binnenhof, want we gaan de oude politiek eens goed schoonsoppen. Toen we daar voor de deur stonden, is er waarschijnlijk iets gebeurd. De macht werd zo groot dat er misschien ergens geduwd is geworden. Toen is er iemand van ons opgepakt, plus nog een zoon van de cameraman van 15 jaar. Ze zijn nu al bang voor jullie. Ja, wij zijn, ik denk, in gevaar voor deze schijndemocratie. Ja, ik zag ook een basisinkomen voor iedereen. Ja, een basisinkomen. Maar dan gaat toch niemand meer werken als iedereen gewoon geld krijgt? Dat is onzin. Hoe is het dan wel? Nou, het moet toch ergens vandaan komen? Het moet toch betaald worden? Ja, maar dat klopt al. Dat wordt ook betaald. Waarvan dan? Van de inkomsten die toch binnenkomen. Van belastingen. Ja, maar als mensen niet meer werken, bijna niet meer werken en een basisinkomen, dan komt er ook minder belasting binnen. Er komt minder belasting, maar nu gaat er heel veel geld naar instanties wat helemaal niet nodig is. Vind je het heel erg als ik zeg dat het nogal vaag klinkt? Jij zegt in instanties op in bodemloze putten, dit kennen we allemaal, die verhalen. Maar we zoeken zo graag naar die concrete oplossingen. Ja, dat klopt. Die zijn er ook. Nou, geef eens een voorbeeld. Ik moet eventjes daar naar binnen. Je gaat er even over nadenken? Nee, we hebben daar een conferentie. En dan kunnen we nu eindelijk naar Nieuwspoort voor de lang verwachte persconferentie van SOPN. En ze hebben ons beloofd dat ze wereldschokkend nieuws voor ons in petto hebben. Klein tipje van de sluier, wat gaan we zo meteen voor wereldschokkends krijgen? Nou, ik zou maar eens goed luisteren, ja. Ja, ik denk het wel. Nootjes, biertje erbij en zo, en klaarzitten? Gaan we klaarzitten? Nee, geen nootjes, geen biertje, maar even goed luisteren, want dit is echt belangrijk. Het huidige politieke systeem is failliet. Het financiële bestel is vastgelopen. De economie is niet meer van deze tijd. Het is ecologisch te belastend en organisatorisch zit het op allerlei fronten mis. Deze uitspraken zijn gedaan door Herman Wijfels. Hij legt met zoveel woorden uit wat wij dus ook in ons partijprogramma hebben staan, namelijk het fractioneel bankieren met fiatgeld. Dat het leeuwendeel van het geld gecreëerd wordt door de banken als gevolg van een schuld die iemand aangaat. Dat is dus geld uit het niets creëren, als het ware. Daar hebben we met elkaar aan meegewerkt omdat we gestemd hebben op partijen als VVD, CDA, D66, Partij van de Arbeid. Dat zijn de vier partijen die ik verantwoordelijk acht voor de malaise waar we nu in terecht zijn gekomen. Daarom noem ik durf dat ook hier in Nieuwspoort te zeggen, daarom noem ik deze vier partijen criminele organisaties. De zorgverzekeraars hebben de laatste 3 jaar 2 miljard euro winst gemaakt. En waar gaat die winst naartoe? Niet naar ons, want wij moeten volgend jaar weer meer premie betalen, lans voor de mensen die die zorgverzekering hebben, want ik heb hem niet. Ik weiger hem af te sluiten en ze krijgen hem ook niet door mijn strot geduwd. Wat voor wereldschokkends heb ik nou gehoord vandaag? Nou, naar ons idee is dat toch nieuws. Hoezo? Want het is toch al bekend dit? Het is wel bekend, maar mensen realiseren zich niet wat die geldfraude eigenlijk inhoudt. We hebben ons heel erg druk gemaakt over de bouwfraude destijds. Maar dit zijn zaken die vele malen verder gaan. En waar politici en ook grote bedrijven zich aan schuldig hebben gemaakt. Dus er gaan. Maar die verhalen lezen we toch al lang in de kranten en dergelijke. Dat roepen toch wel meer mensen. Dit was toch geen groot nieuws? Dit kennen we toch al, deze verhalen? Nou, naar mijn idee is het wel groot nieuws. Dan kijk ik hier, dan zitten er een handjevol journalisten, een stuk of 5, 6. En de rest is allemaal SOPN. Is dat niet een beetje een thuiswedstrijd? Nou, het was ook niet de bedoeling dat er zoveel mensen vanuit de SOPN hier aanwezig zouden zijn. Het was een persconferentie. En we hadden gehoopt dat er veel meer pers op af was gekomen. Maar goed, het is zoals het is. Rutte en Pechtold, die noemt u criminelen. Lid van een criminele organisatie. Dat wilt u graag voor de rechter, wilt u dat verdedigen. Hoe groot is die kans dat ze u hierop pakken?
Nou, maar niet hierop pakken. Maar stel dat de heer Pechtold of de heer Rutte vinden dat ik te ver ga in deze uitspraken, dan kan die mij daarvoor voor de rechter dagen. Is eigenlijk een beetje een verkiezingsstunt. Nee, het is geen verkiezingsstunt, omdat dat deze vier partijen ook verantwoordelijk zijn voor de situatie waar wij nu in balans zijn. Zijn verantwoordelijk voor de grote problemen die er nu zijn. En naar mijn idee hebben ze daar willens en wetens aan meegewerkt. En als dat zo is, ja, dan zijn ze dus schuldig aan het benadelen van de Nederlandse samenleving. En dat noem ik crimineel. Halverwege uw praatje, dat u geen zorgverzekering heeft. Correct. Dat is bij de wet verboden. Correct. Dus u noemt Pechtold is ook crimineel, maar in principe overtreedt u nu ook de wet. Ik weiger op principiële gronden een zorgverzekering af te sluiten. Iedereen een basisinkomen. Dan nodigt dat ook uit voor een heleboel mensen. Nou, dat is mooi, ik lig hier lekker blovend op de bank, ik hoef niks meer te doen. Wij gaan mensen betalen zodat ze een basis hebben en daarna gaan mensen juist meer doen. Gelooft u het echt zelf? Ik zou heel graag nu een basisinkomen willen hebben, zodat ik mijn handen vrij heb om me volledig te richten op datgene wat ik belangrijk vind. Maar waarom gaan mensen niet gewoon werken voor hun geld? Dat gaan ze daar bovenop doen. En als iedereen werkt, dan kunnen we misschien het basisinkomen naar beneden brengen. Maar het zorgt in ieder geval even voor rust in de tent. Daar gaat het ons om. Eigenlijk wilt u gewoon gratis geld weggeven. Precies. Wij geven het aan iedereen. En daarmee ontstaat er gelijkheid. Nu krijgen we... Ontstaat er communisme? Nee, het is geen communisme. Wat wij zeggen, wij hebben het beste van het communisme gecombineerd met het beste van kapitalisme. Mijn naam is Johan Oldenkamp. Dank u wel. Power to the people, SOPN.